we moeten wel met z'n allen toch heel trots zijn dat iets wat wereldgeschiedenis is geworden, dat dat hier in Brabant, in Best, ooit is ontstaan. Ik vind het wel een heel mooi symbool, want ik herinner me ook nog toen, 1 april 2001, toen het eerste huwelijk werd gesloten, toen zei iedereen tegen mij, Nederland blijft het enige land ter wereld. En kijk eens, vanochtend werd bekend dat Taiwan erbij gekomen is. Meer dan 50 landen hebben inmiddels het huwelijk opengesteld. En dat is allemaal hier begonnen. Twee roestvrijstalen zuilen, die verbonden worden door roestvrijstalen koorden, een verbinding boven en beneden, symboliserend van het samengaan van twee personen. Hij is gevleugeld, staat op een boot, dus hij kan de lucht invaren, hij kan een nieuwe toekomst tegemoet. En de poort waarin men kan verdwijnen en waarin men kan doorlopen. Ik denk dat we onze geschiedenis niet moeten vergeten. En je ziet ook dat mensen uit de hele wereld die nu wel kunnen trouwen en vroeger niet konden trouwen, heel graag naar Nederland komen om te zien waar het allemaal gebeurd is. Die gaan nu naar Amsterdam toe. Maar Amsterdam is met de eer gaan strijken. Het werkelijke idee kwam uit Best. En wat zou het geweldig zijn als er zoveel mensen naar Best toe kwamen om hier even tijdens hun huwelijksreis een fotootje te nemen bij datgene wat eraan doet denken.